Mijn onderzoek gaat over de arbeidsmarkt in de metropoolregio Amsterdam en de ontwikkelingen daarin in de komende 5 jaar. Het belangrijkste wat uit ons prognosemodel komt rollen is dat er 50.000 banen in de komende tijd bij zullen komen, ondanks de matige economische groei. En we hebben ook uitgerekend dat gegeven de hoeveelheid 55-plussers die er nu zijn, dat er nog 100 tot 110.000 extra banen loskomen omdat die mensen vervangen moeten worden. Dus in totaal zijn er ongeveer 160.000 extra personen nodig in de komende 5 jaar. Tegelijkertijd zie je dat de beroepsbevolking in de regio niet even hard meegroeit. Dus per saldo is er sowieso een tekort. Er is dus meer inpendel nodig, meer mensen die buiten de regio in deze regio komen werken. Die is nu al flink, maar die zal ook toe moeten nemen. We hebben ook even gekeken of de opleidingen wel voldoende mensen leveren om aan deze extra vragen te voldoen. Puur door te kijken hoeveel mensen er nu in de opleiding zitten en dan te zien of die aantallen voldoende zijn om die 150.000, 160.000 extra banen in de komende 5 jaar te vervullen. Nou, dat wordt krap. Bovendien zullen ook niet al die mensen die nu hier wonen en hier studeren ook daadwerkelijk binnen deze regio gaan werken. Hè. Er zullen ook mensen naar Den Haag gaan of andere plekken. En daar wordt af en toe geschat op ongeveer 20-30%. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er in de komende 5 jaar een tekort aan arbeid zal voordoen. Of in ieder geval dat er mensen van buiten de regio, nog meer mensen van buiten de regio naar de metropoolregio toe moeten komen. Om alle banen die hier zijn te vervullen. Natuurlijk is het zo dat er meer vraag naar hoger opgeleiden is. Hè. Er is al sprake van upgrading. Maar het is ook heel belangrijk, en dat blijkt ook dan uit die cijfers, dat er ook gewoon nog veel behoefte is aan mensen met een mbo niveau. Die mogen we zeker niet vergeten. Grote delen van de economie die draaien gewoon op mensen met een mbo-diploma op zak. En die mogen we zeker niet vergeten. Die zullen ook in de toekomst ook zeker nodig zijn. Is er een trend waar te nemen over bedrijfsgrootte? Wat doet het goed? Wat het goed doet, in ieder geval in de afgelopen 10 jaar, dat waren eigenlijk de grote bedrijven met minstens 500 werknemers en de eenpitters. We zien in het afgelopen decennium dat juist deze bedrijven erg in slagen meer werkgelegenheid creëren. Dus die doen het blijkbaar goed, terwijl de middenbedrijven, waar een handjevol mensen werken of in ieder geval middengroot, die zijn in de afgelopen 10 jaar niet in staat geweest voor meer werkgelegenheid te zorgen. Dus dat zal spannend ook worden in de toekomst als zo'n trend zich door zal zetten. Dit onderzoek betreft de metropool Amsterdam. Kun je zoiets soortgelijks zeggen over deze ontwikkeling, over de stedelijke ontwikkeling van Utrecht, Rotterdam, Den Haag? Nou, heel algemeen misschien wel. Ik wil er best in meegaan dat er inderdaad sprake is van een trek naar de grote steden. En dat je ook ziet dat de economische groei en ook de groei in werkgelegenheid zich vooral voordoet binnen de Randstad. Maar of dat in gelijke mate geldt voor Utrecht of in de regio Rotterdam, Den Haag als in de metropoolregio Amsterdam, ja, dat vind ik op voorhand moeilijk te zeggen, want je moet je er wel bij bedenken dat de economische structuur, de bedrijvigheid, in al deze regio's natuurlijk anders is. Amsterdam is in principe meer dan Nederlands gemiddeld en waarschijnlijk dus ook meer dan andere delen van de Randstad sterk in zakelijke diensten, creatieve sector, dat soort dienstverlening, die ook sterk groeien. En Rotterdam heeft natuurlijk een hele grote haven en die doet dat ook heel goed, maar die zal het ook heel goed moeten blijven doen. Want we zien wel in de afgelopen jaren, in ieder geval binnen de metropoolregio, dat zeg maar, krimp van werkgelegenheid en groei van productie naast elkaar bestaan. Dus blijkbaar zijn dat typische sectoren waarin veel arbeidsproductiviteitsstijging is. Dus of ook, zeg maar, ondanks die grote haven in Rotterdam daar dan ook veel werkgelegenheid is, ja, dat evenveel groei, dat is moeilijk te zeggen.